Je waant je veilig als je de deur achter je dichttrekt. Nou, voor de zekerheid toch maar de deur op slot. Nog even testen. Ja, dicht. Je weet maar nooit. Ik woon in een studentenhuis, dus de helft van de tijd kom ik thuis, staat de voordeur nog gewoon open. Dus ja, daar wordt niet echt naar gekeken of zo. Bij ons is er ook ingebroken in de auto al een paar keer, dus. Nou, woningenbraak afkloppen, gelukkig niet, nee. Maar het kan iedereen overkomen. In Utrecht wordt gemiddeld 6 keer per dag ergens ingebroken. En daarbij maken de bewoners het de dieven vaak makkelijk, zoals bij deze woonboot. Dit is echt een prachtig voorbeeld van een etalage. Daar staat een laptop, er ligt een gsm-telefoontje. Het is pak me, pluk me, ik ben de lente. Gordijnen open, spullen op tafel. Het is net een uitnodiging. Laat het niet allemaal binnen grijpafstand en op toonafstand liggen. Inbrekers scannen hun omgeving en zien heel snel hoe ze hun slag kunnen slaan. Bijvoorbeeld met een simpel bankpasje. Je kan dus tussen de deur en het kozijn kan je duwen. Nou, hier zit een overlap in, dus bij deze lukt het niet. En ook de kwaliteit van de slot heb ik al gezien, dat is te goed. Het zal bij deze niet lukken. Als je dan net denkt dat je de voorkant van je huis beveiligd hebt, ben je de achterkant vergeten. Ja, als je hier door de woning heen kijkt, dan zie je dat er een raam open staat. Ja, dan maak je het wel heel erg makkelijk. Als je dan niet thuis bent, ze komen achterom, arm naar binnen, hefboompje omhoog. En je hebt een ruimte van een vierkante meter waardoor je naar binnen kan klimmen. Dan kan je zelfs met de grootste flatscreen naar buiten komen. De nieuwe website stopdecriminaliteit.nl moet ervoor zorgen dat mensen hun woning beter beveiligen. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat werken.